In ons programmaonderdeel Portretten ben ik vandaag in Made. En ik ben op bezoek bij Gerrit van Dongen in zijn prachtige tuin. En met hem ga ik eens praten. Wie is Gerrit van Dongen? Wat heeft hij gedaan? En wat gaat hij nog doen? Gerrit, dank voor de gastvrijheid. Dank voor je schitterende tuin, want het ziet er werkelijk perfect uit. Gerrit van Dongen. Iedereen kent hem, want de familie van Dongen is een bekende naam in Made. Samen met nog wat andere namen is de Van Dongers zijn bekende mensen. Jij bent er één van. Ja. Jij bent geboren hier in Made. Ja. Wanneer? In 1944. Ja. Ben ik geboren. Ja. Hier op Made. Hier in dezelfde omgeving? Ergens op een andere plek? Ja, ja. Nee, in dezelfde omgeving. Oké. Ja. Hier zitten we al jarenlang zitten we hier in dezelfde straat. Ja. Jij groeide op hier. Ging naar school? Ja. Ik ging naar de Bernardenschool. Ja. En hoe ging dat? Ja, dat ging wel redelijk, maar ik was niet zo fan van leren. Nee. Dus ik deed er ook een jaartje langer over, tot mijn verdriet. Maar over het algemeen weet je het dan beter dan degene die zo snel door moesten? Ja, inderdaad. Ja, ja. En had je nog broers en zusters? Ja, ik had nog 9 broers en zussen. Ik had 3 broers en ik had 6 zussen. Oh. Ja, we waren met 10 thuis. Ja, ja. En mijn vader, die stamt uit een familie. Zijn vader, dat was een handelsman. Ja. En die had een groentezaak, die had een friettent, die had een fietsenzaak. Kortom, was een ondernemer. Hij was een ondernemer. Maar, zover zijn we nog niet. School, jij zegt, ik vond er niet veel aan. Nee, ik vond er niet zoveel aan. Maar ja, ik vond maar één ding wat ik leuk en dat was auto's. Ja. Dat heeft mijn hele leven heeft me dat eigenlijk geboeid. Maar op die leeftijd viel er nog weinig met auto's te doen. Ja, met dinkertootjes spelen. Ja, met kleine dinkertootjes. Ja. Toen zat er dat eigenlijk al in, dat autowerk. Ja. Maar ben je daarna nog van de lagere school op een andere school terechtgekomen? Ja, ik ben in Oosterhout, omdat ik niet zo'n student was. Nee. Toen ben ik naar de Ambachtsschool gegaan. Ja. In de Bolingstraat. Ja. En daar heb ik het vak automonteur geleerd. Oké. Okay. Ja, ja, auto's, dat is een rode draad door het hele verhaal. Ja, het. Dat klopt inderdaad. Ja. En hoe vond dat? Hoe ging dat? Nou, dat ging wel vrij redelijk. En ik was met mijn 16 jaar was ik daar klaar. Ja. Maar ja, ik kan natuurlijk met mijn 16 jaar kan ik verder met auto's niks doen. Nee, natuurlijk niet. Dus toen ben ik gaan werken als automonteur bij de BEMA in de Stationsstraat op Made. Ja. De familie van Beek. Ja, ja. En de familie van Beek die hadden ook een neef. En die had, die deed eigenlijk tractoren en al die landbouwmachines. Ja. Dus ik werkte eigenlijk bij de BEMA. En als ze daar geen werk voor me hadden, dan werkte ik bij zijn neef in de tractoren. Dus je was al op jonge leeftijd aan het werk? Ja. Ja. Had je ook nog tijd voor sport? Ja, ik was toch wel een fervente aanhang van voetbal. Ja. Maar ik speelde zelf ook in Maartense Buis. Maartense Buis, ja. Ja. En wanneer was dat? In welke tijd was dat? Ja, dat was toen was ik 16 jaar. En toen zaten we eigenlijk in de A-jeugd van Made. Ja. Met mensen die later ook bijna allemaal in het eerste van Maartense Buis gespeeld hebben. Ja, omdat ik op een gegeven moment toen ik thuis ben gaan werken, toen had ik eigenlijk weinig tijd om te trainen. Ja, ja. Ik gaf ze ook niet zoveel om te trainen, wel om te voetballen. Wel voetballen, maar niet trainen. Maar niet trainen. Nee. En wat vond de trainer daarvan? Ja, die stelde me niet op omdat ik niet kwam trainen. Aha. Jij was al op jonge leeftijd erg druk. Heb je ooit tijd in je leven gehad voor hobby's? Ja, ik had er toch wel hobby's bij. Vertel eens, wat waren jouw hobby's? Vissen. Ik ben een zondag ben ik ook nog geweest te vissen. Ja. Waar gaan we dan vissen dan? In het Vartje. In het Vartje, ja. Ja. En dan zit ik op een gemak met de vasthengen, met een dobbeltje eraan. Ja, zoals het hoort. Tussen het riet. Ja, lekker. Kannetje koffie erbij. Lekker. Sigaretje opsteken op tijd. En geen gezeur aan je hoofd? Nee, alleen. Ja, iedereen kent mij natuurlijk, dus. Dus ik kwam allemaal even buurten bij jou? Ik kwam altijd buurten. Ja. Ik hield dus van tennissen. Ja. Zaalvoetballen. Maar met je handen iets maken? Nee. 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 Dat heeft me eigenlijk nooit, met een puzzel auto's in elkaar. Als maar auto's was. Als maar auto's waren. Ik vond jou wel een type om toneel te hebben gespeeld. Nee. Of met de carnaval en daar een beetje gaan sauwelen. Nee, ook nee, niet. Nee, nee. Te verlegen bij daarvoor, denk ik. Nou, ik heb namelijk een tijd gehad, dat was tussen mijn 16e, 17e jaar. Toen had ik een spraakgebrek.
Oh. En dan zeg je, hoe kom je daarbij? Dat waren schijnbaar zenuwen op mijn stembanden. Ja. En dat was zomaar in één keer gebeurde dat. Waarom? Weet ik niet. En mijn vader die dacht van, nou, hoe moet het straks met hem, joh? Ja. Als hij straks in je auto zit en hij moet zeggen links en rechts, ja, dan zijn we 6 kruispunten verder voordat je dat gezegd hebt. Dus wat ging je nou doen? Die gingen we daarin trainen. Oh. De mensen hadden natuurlijk allemaal nog geen telefoon. En als er dan klanten afgesproken moesten worden om te rijden, dan zei mijn vader, jij moet dan naar mevrouw Jansen. En gaat aan mevrouw Jansen vragen of dat zij een vrijdag om 4 uur autorijders kan hebben. Ja. Ik denk, nou. Zweet op je voorhoofd. Ik op een fietsje naar mevrouw Jansen. En ik drukte op de bel en dan stond ik. En er kwam niks uit me. Verliefde is dat toch weer overgegaan. Ja. Misschien wel door die training dat ik die mensen steeds af moest gaan spreken. Ja. En toen ben ik met mijn 18e jaar. Ik ben eerst met mijn 17e jaar theorieles gaan geven. Ja. Toen was dat spraakgebrek eigenlijk al helemaal over. En met de rijles was ik ook helemaal vanaf. Ja. Dus het is helemaal weer verdwenen. Jij bent in dienst geweest? Ja, ik moest in 1962. Toen had ik uitstel gekregen van militaire dienst, omdat ik thuis onmisbaar was, ja, zogenaamd. Ja. Ja, ik ken dat. Ik had er ook een beetje een hekel aan, dan denk ik, ja, waarom moet ik eigenlijk een dienst gaan doen? Maar toen ben ik toch in dienst gegaan, gemoeten, na een jaar uitstel. En toen ben ik terechtgekomen bij de ART in Tilburg. Wat houdt dat in? Aan- en afvoertroepen. Oké. En daar heb ik mijn opleiding gehad. En ik denk, ja, wat moet ik hier nou nog verder doen? Dus toen gaf ik eigenlijk niet zoveel meer om een militaire dienst. En maar ja, je moest wel, want je kon moeilijk weggaan. Ja, ja, ja. Maar toen ben ik toch vervroegd uit dienst gekund. Ik heb nog wel in Zeedorf heb ik gezeten, in Duitsland. Ja. En toen ben ik thuis weer verder gaan werken, want ik werkte eigenlijk al thuis. Ja. Ja, dus dienst was ook geen succes? Nou, ik vond het eigenlijk wel, het interesseerde me wel. Ik kon wel heel goed met mijn maats omgaan. Ja. Maar ik denk, ja, ik kan eigenlijk wel nuttiger dingen gaan doen. Absoluut. Absoluut. Dus die ben ik ook gaan doen. Heel je leven lang nuttige dingen? Ja, rijles geven. Rijles geven, ja. Ja, want dan kom je een klein beetje uit waarvan je zegt, dat was mijn leven. Rijles geven is een vak apart. Daar moet je ook voor geboren zijn, denk ik. Want je zit eigenlijk de hele dag met iemand in een kleine ruimte. En ja, daar zit je dan volgens mij wel 6, 7, 8 uur in zo'n auto. Wat is daar de lol van? Nou, ik dacht, mijn vader die was beroepsmilitair. In de Zeelige Kazerne in Breda. En die gaf in zijn vrije tijd, gaf die rijles aan vrienden en bekenden. Ja. Maar dat was rijles geven met een hele grote auto. Ja. Want mijn opa die handelde ook in auto's. En dan gaf hij rijles en dan verliefdelijk is dat eigenlijk een beetje uitgegroeid. Je bent ook getrouwd op een gegeven moment. Ik heb jouw vrouw gezien. Ja, ja. Nou, dat is een heel verhaal. Ik gaf namelijk autorijles. En ik moest natuurlijk ook wel eens een keer de auto tanken. Ja. Nou, wij reden van Maarden naar Wagenberg en van Wagenberg te rijden naar Breda. Dus toen hadden we de weg nog niet rechtstreeks van Maarden naar Breda. Nee, het was overal dwars erheen. En toen ging ik op een gegeven moment bij de Shell, bij Van Alphen Roest, was een Shell-pomp. Daar ging ik tanken en ik denk, nou, dat is toch wel een aardig vrouwtje. Dus van het een kwam het ander, ik ging natuurlijk steeds meer tanken. Ja, iedere dag. Elke dag. 2 keer. Vroeger dan ging je voor 10 gulden. Kon je de tank vol doen? Ja, ik weet het. He, maar dan tankte niet voor een tientje, dan tankte maar voor twee gulden. Ja. Ja, dan kon ik meerdere keren gaan tanken natuurlijk. Ja. Nou, dat is mijn vrouw geworden. Ja. En jullie hebben kinderen gekregen? En wij hebben, na 8 jaar verkering ben ik getrouwd met haar. En inmiddels ben ik 53 jaar getrouwd, bijna 53 jaar. Ja. Ja. Nou, we hebben 3 kinderen, ja, waarvan 1 zoon en 2 dochters. Maar je bent nu 78. Je geeft nog steeds rijles. Ja. Hoe lang blijf je dat nog doen? Nou, ik heb de afspraak gemaakt van als jullie me hier nog kunnen pruimen, ja, dan daar ben ik helemaal verliefd op. Ja, dat begrijp ik, want dan zou je het niet meer doen. Dat zou ik niet meer doen. De laatste 10 jaar of 15 jaar geef ik eigenlijk les aan mensen met beperkingen. Ja.
We hebben een auto, die kunnen we aanpassen daarvoor. En dan geef ik mensen die een herseninfarct hebben gehad, aan de ene kant zijn verlamd, die leer ik met de andere voet en arm. Knap. De bedieningen van de auto Knap. Doen. Ja. Ja. Dus dat werk vind ik eigenlijk het leukste. Oké. Als je je leven, als je op terugkijkt, dat doe je over het algemeen, wat voor cijfer zou je het geven? Tussen 1 en 10? Ja, ik denk wel een 9. 9, ja. 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 Ik ben ja, ik vind mijn gezin het belangrijkste. Ja, dat is het ook, want daar doe ik voor. Ik vind het werken ook heel erg belangrijk. Ja, dat is. Dat is. Ja. Als je als je nog dingen zou willen doen, andere, iets heel anders, wat zou je iets als heel anders nog willen doen? Ik heb wel hobby's, maar die wil ik alleen uitvoeren wanneer ik tijd heb. En je hebt nooit tijd? En ik heb nooit tijd. Nee. En aan de overkant hier zat vroeger een cafetaria volgens mij. Ja, dat is cafetaria De Schutter. Hoe kwam ze aan de naam van De Schutter? Nou, dat was een broer van mijn vader. Ja? En die cafetaria De Schutter, dat is eigenlijk voortgekomen uit het feit dat mijn overopa, dat was een boogschutter. Aha, van Sterrenbeeld. Of nee. hij deed boogschieten. Ja, en daar vandaan de cafetaria De Schutter. Hij had gewoon een bijnaam gekregen, De Schutter. Maar iedereen dacht dat het een scheldnaam was. Ja. Dus dan zeiden ze, ja, we moeten bij Van Dongen zijn. Bij Van Dongen? Welke? Welke Van Dongen? De Schutter. Oh. Dus mensen zeiden, hé, meneer De Schutter. En dan zeiden ze, oh, sorry hoor. Nee, ja. Dat is geen sorry, want het is geen scheldnaam. Nee, nee. Ja, dat heb ik ook wel eens in de gangen gehoord van, ga maar naar De Schutter toe. En dan dacht ik van, ja. Heeft hij het fout gedaan? Of, daar kwam dat eigenlijk uit voort. Oké. Ja. Oké. We hebben een hele hoop van jou gehoord. Wat wil je eigenlijk nog zelf vertellen? En er zijn natuurlijk anekdotes. Ja, vertel daar dus. Daar kan ik een heel boek van schrijven. Nou, ik hoef maar eerst de twee bladzijden. Oh, oké. Nou, ik had dus een boerenzoon. Een hele lange jongen met hele grote voeten en hele grote handen. En ik kwam erachter dat als je ging remmen, dan ging eerst zijn mond open. En dan ging zijn voet naar de rem en dan verliefding ging ook zijn mond dicht. En als hij helemaal dicht was, stond de auto stil. Dat deed hij altijd. Oh. Dus de keer dat zijn mond niet open ging, wist ik ook dat je niet zou remmen. Dus moest ik het doen. Ja. Hij is toch wel geslaagd, hè? Hij is wel geslaagd, oh. Jawel. Ja. Ja, want hoe vind jij het verkeer vandaag de dag? Jij bent opgegroeid met de rustige tijden en de wat minder rustige, maar vandaag de dag? Ja, het verkeer is natuurlijk chaotisch. Ja. En daarom zeggen ze mensen wel eens van ja, vroeger was het moeilijker. Nee, vroeger was het niet moeilijker. Vroeger was het gemoedelijker. Gemoedelijker, ja. He? Want nou word je links en rechts voorbij gereden, waar je het niet van verwacht. Ja. Jij kunt je wel aan de regels houden, ja. Maar er zijn natuurlijk talloze mensen die dat niet doen. Ja. Ik wil je danken. Het was een hele interessante, een wereldje waar je als leek niet zo heel veel van weet. Je weet dat je ooit rijles hebt gekregen, je weet dat je ooit je examen hebt gehaald, je weet dat je ooit in een auto bent gekropen. Maar het verhaal daarachter, ja, dan moet je toch verder bij jou zijn. Ik zou zeggen, dat boek waar je het net over had, ga toch maar schrijven. Ik zal het, als ik straks meer vrije tijd heb, ja? Zal ik dat zeker proberen te doen. Oké, en hoe gaat het boek heten? Het leven van een rijinstructeur. Oké. Ik hou je eraan. Kerk, bedankt jongen. Dankjewel. Echt goed verhaal.